Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Een droevig moment. Mijn wasmachine is nog niet kapot. Maar hij was niet meer. Maar kapot, dat kunnen we wel maken, denk ik. Tenminste. Eigenlijk kunnen we wel aan de kleren zien. Ja, precies. Ik ben niet tevreden over mijn wasmachine. Moet in mijn kleren zien. Dat ziet er niet uit. Dus daarom gaat hij vandaag helemaal kapot. Laat de motor heel. Ik heb wel interesse in. Oké, Berk, lukt dat dan om de motor heel te houden? Yes, het gaan we proberen toch? Oké, ik denk gas ze maar. Het is nu eigenlijk nog een ismachine. Het is dadelijk pas een wasmachine. Zo, speciaal voor deze gelegenheid hebben we toch even de sheriff van onderuit het stof gehaald. De nieuwigheid is er wel een beetje vanaf. De radiateur is kapot. Maar hij startte wel zo. We hebben er even nieuwe benzine in gedaan, een nieuwe accu ingezet. Komt helemaal goed. Veel gas geven, hè? Zo is het. Dirk, ik vertrouw op jou. Dit gaat jou wel lukken, denk ik. Ik denk het ook wel. Mooi. Nee. Hoe ga jij nou wassen, Milo? Ja, niet meer. Zie je dit nou? Hij is helemaal kapot. Ja, nou ja, goed. Is die motor nog heel? Of, Oh ja, Bas, kan je die motor nog gebruiken? Oh ja, eens even kijken. Een hapje zand. Een beetje poetsen. Ah, die is nog wel goed hoor. Ja, dat kan we nog wel eens maken. De rest is allemaal... De rest is ver naar de kloten. Ver naar zo. De kloten. En nou is het tenminste wel een wasmachine. Hè? Wasaardige machine. Kijk hier, blokken beton tot en met hier. Bedankt jongen voor, ja, het kapot maken, aan, voor het kapot maken van mijn wasmachine. Ja. Dit is geen half werk. Ik vind het vakkundig. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.